FC Utrecht won gisteravond met 3-1 van SC Heerenveen in de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen. Traditiegetrouw bleven spelers en staf na afloop op het veld voor de uitreiking van de David Di Tommaso trofee. Door wijzigingen in het competitieschema konden Audrey en Noah Di Tommaso niet aanwezig zijn. Toch hadden zij een rol in de bekendmaking die plaatsvond onder leiding van Teun den Hartog, voorzitter supportersvereniging FC Utrecht. Allereerst werd duidelijk wie zich talent van het seizoen 2018-2019 mag noemen. Oh, it's always a pleasure to come back in Netherlands. I feel that I'm at home with my son because we feel that we are a little bit Dutch. We are very, very so proud of the team to accept us again 13 years after the tragedies. Thank you so much. Thank you, Val. Hello, I'm Noah Di Tommaso. The big young talent in the year is Nick Wijnema. Stevens, bijna uit het doelpunt. Daar is hij! De 2-3. Nick Wijnema. Kleiber met wat aardige bewegingen over Onana heen. En het is 1-2. En wie anders dan Wijnema? En nog een kans en weer een goal. Het is weer Wijnema. Nick Wijnema, de man van 16 goals in de keukenkampioendivisie en 4 in de eredivisie. Hij werd dus verkozen tot talent van het seizoen. Voordat Noah, de zoon van, bekend maakte wie op de derde plek is geëindigd, vertelde Audrey allereerst wat de club FC Utrecht voor haar betekent. When David was died, nobody can imagine that they make for me and for my baby, because Noah was very young. And I was very young, but they make everything for me, and I never forget that they were always very perfect for me. It's so strange. It's a feeling very strange, but we need it, and we are full of friends here, and it looks like my family. The number 3 of trophy of David Di Tommaso is Sander van der Streek. Met zijn kans en met zijn goal. Daar is de voorsprong voor FC Utrecht. Voorgever van de streek maakt af. En zo in de 16e minuut komt FC Utrecht op een 1-0 voorsprong. Sander van der Streek, de middenvelder die dit seizoen tot 33 competitieduels kwam. De derde plek voor hem nadat hij een uur eerder zijn 8e goal van het seizoen binnenschoot. Bij hoge uitzondering mocht Noah onlangs een balletje trappen in stadion Galgenwaard. En Audrey zag het van dichtbij, haar zoon met hun nummer 4. It's not difficult. It's I'm proud. I'm proud because his father was a very, very good man and he's the same. He's a very good teenager and he's a nice boy. He's a nice boy, and I'm so proud of him when he ran with the number 4 and with the name of his father on the back. I'm so proud of him. Number 2 trophy in David Di Tommaso is Joris van Overen. Dat is goed gevoetbald. En nu, ja, met de borst binnen. Daar lijkt me niks mis mee. Utrecht op voorsprong. De tweede plaats voor Joris van Overeem. Hij kan dit seizoen tot 31 duels in de eredivisie. Scoorde daarin 2 maal en gaf 1 keer een assist. Ook de winnaar werd bekendgemaakt door Noah nadat Audrey deelde hoe zij haar leven op dit moment ervaart. My life is good and it's different, but it's good. I have a new man and he's so perfect with Noah. He's accepted him and he's a second father for Noah. And I have a daughter, Mae, and it's difficult for her to don't come this year, but everybody loves the Netherlands at home and
it's the more important. The number one and big player is Jansen. Ja, Willem, gefeliciteerd. De David Di Tommaso-trofee is dit jaar voor jou. Terecht? Ja, weet ik niet. Ik denk hartstikke mooi. Ja, super trots op ook. Individuele prijs is altijd een waardering. En dit is volgens mij mijn eerste ooit. Ik vind zelf dat ik niet echt een heel, heel goed seizoen heb gedraaid. Maar ja, dat is wel weer een positief ding wat ik meeneem. Dat ik alsnog verkozen ben tot talent van het jaar. En dat maakt het wel een stukje beter. Uiteindelijk is het een goede ontwikkeling geweest. Dan denk ik dat ik achterin ben gaan spelen. En voor mijn carrière. En ja, vanaf toen merk ik wel dat dat de waardering steeds verder gegroeid is. Ja. Het is zoals dit vandaag. Dit is gewoon echt een heel mooi iets. En ieder jaar blijft het terugkomen. En ieder jaar doet het gewoon net zoveel als het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Dus ja, het verdwijnt nooit. Dus ik denk dat het gewoon nog onderdeel is van Utrecht. Dit was de David Di Tommaso-trofee seizoen 2018-2019. Een prijs van de supportersvereniging voor de speler van het seizoen. Vernoemd naar de eeuwige nummer 4 van FC Utrecht.